Ik ben Claire van Kampen en ik ben advocaat. Goedemiddag. Oh, hartige zak. Zit je me aan te kijken? Ah, ja, wat een belachelijk idee. Weg. Ik in je principes. Oh, weg mee. Die vuile parasiet. Oh, ik ben gewoon straalgelukkig. Oh, wat leuk voor je. Let's get it over with. Zo'n fan ben ik hier ook niet van. Hup, halen. Ze gaan per 10. Per velletje. Nou, dan gaat het over. Hè? Ik voel me vandaag Joepie de Boepie. Hé, hey, Jari! Hebben we de Uber-nicht weer? Nou. Merlie, die enorme nichterigheid van jou. Zit daar een uitknop op? Nou ja, ze schrijft dat jij van die charity al het geld in je zak hebt gestoken. Vrouw is gek. Die vrouw is knettergek. Verdorie, jongens, kunnen jullie alsjeblieft één avond niet met jezelf bezig zijn? Dat is toch niet leuk voor Rolien? Ze heeft zo haar best gedaan. Ja, dat is ook zo. Geef mij nog maar een crouton. Ik weet niet of ik het leven nog langer aan kan. Nou, dan maak je er toch een einde aan. Jij bent ook alcoholist. Lieve schat, ik heb een doseringsprobleem. Een duizelig. Ja, nou dan adem je even in een zakje, Martin. Kom, ik ga helemaal geen zakjes banen. Neem een cashew nood. Ja, dan gaat ze even aan de kant. Claire, kom nou. Wat denk je nou? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik heb uren geleden al een glas wijn besteld. Bouillie fumé. Als ik het zelf betaal, heb ik er recht op als verdachte. Ik krijg net door dat ik met u moet praten. Misschien is het verstandig als wij een aparte sessie... Ik kreeg net door dat ik naar huis moet. Sommige mensen hebben hier namelijk een echte waan. Goedemiddag. Dat je ineens zo snel opgewonden raakt dat het gewoon pijn doet in je kruis? Cheryl, ik zit me hier gewoon een potje plaatsvervangend te schamen. Ik heb echt helemaal geen behoefte om over de flexibiliteit van jouw kruis te praten. Als een man zijn zaadlozing uitstelt, dan kan hij net zo heftig en diep klaarkomen als een vrouw. Thanks for sharing, Anouk. Ga je ergens anders eens heel gevoelig zitten te zijn, want ik kan hier echt helemaal niks mee. Ik hoop dat er binnenkort ook eens een wildvreemde vent met zijn blote billen en god weet wat er allemaal tussen kleeft op uw witte bank komt zitten. Waar is mijn stoer? Ik heb ook mijn problemen hoor, net als iedereen. Ja, dat je haar niet goed zit zeker. Wat heeft hij nou bij zich? Die vrouw kan niet eens een bed opmaken. Niet met die porno-nagels. Van die Oost-Europese dakloze pap met een heel beschimmeld brood erin. Ja hoor, definitely pepermuntjes. Derde! Ach, wat een dikke pegels. Ook. It's a bit too slutty for our taste. Bye bye. Ik zei nee. Moet ik het voor je spellen? Ja, ik ben het helemaal met Martin eens. Dat is waar. Ja, natuurlijk. Dan hoef je zelf niet na te denken, hè. En dit is mijn voorkant. En dit is mijn achterkant. Kom op, en ik heb lange armen. Je hebt heel veel punten. En jij hebt punten en een dikke kont. En jij bent gewoon heel erg klein. Je moet niet vergeten zijn penning naar de gemeente op te sturen. Anders blijf je hondenbelasting doorbetalen.